Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, vrijdag 12 november. We beginnen dit journaal met wat minder prettig nieuws en dat is dat onze volksgezondheidsminister Amara Madin positief getest is op het coronavirus. Dat liet de directeur van volksgezondheid Rakesh Gaidar Sukul weten tijdens de wekelijkse COVID-19 persconferentie. Jullie hebben vast wel allemaal via het nieuws gehoord dat onze minister van Volksgezondheid positief is getest op het coronavirus. De minister wordt gemonitord en op advies van medici is hij daarvoor ter observatie opgenomen. Verder zal ik niet veel uitweiden uit respect voor de privacy van de minister. Via de app heeft de minister aan de redactie van het COVID-journaal laten weten dat het goed met hem gaat. Van deze plek uit, minister, van harte beterschap en we kijken uit naar een spoedig herstel. Zoals gebruikelijk werden de cijfers van de huidige COVID-situatie in Suriname gepresenteerd door de voorzitter van de stuurgroep communicatie, Sunita Nanan Pandey, tijdens de wekelijkse persconferentie. Nanan Pandey zegt dat er niet alleen naar Suriname gekeken wordt, maar dat ze ook nauwlettend de COVID-situatie en vaccinatiegraad in de wereld volgen. Zo nam ze Portugal als voorbeeld. We kijken naar het percentage volledig gevaccineerden, want dat is de dekking die we willen hebben. En we zitten dan de doelgroep, zoals ik dat iedere keer zeg, we hebben een populatie, totale populatie van 601.158 mensen. Maar de doelgroep die we gevaccineerd willen hebben is voor nu de 12-plussers. Dus iedereen vanaf 12 jaar naar boven. En dat aantal is 481.651. Vanuit dit getal berekenen we de percentages volledig gevaccineerden, 43,02% van gisteren. En de gedeeltelijk gevaccineerden, dat moet zijn hier, 52,43%. Dus ik hoop dat het goed te begrijpen is, we willen gaan naar een dekking van die doelgroeppopulatie van rond de 75%. En we zitten van de volledige gevaccineerden, we zitten dus nu op 43,02%. Dan ziet u hier duidelijk, hè? We zouden al richting einde derde golf gaan. Dat is ergens in juli. Maar voordat we die nullijn hadden bereikt, zaten we alweer in die lift. Helemaal tot meer dan 600 gevallen per dag, besmettingen per dag. Een tijdje daarna gingen dan weer ietsje naar beneden. We hebben weer twee piekjes gehad hier, van meer dan 500 zoveel gevallen. En we zitten nu wel richting daling. Daling, daling, daling. He, hier. 11, 2 november. Dus dat lijkt allemaal goed te gaan. Maar wij van de mensen hier achter de tafel en degene die zich bezighouden met de COVID-situatie, ga niet juichen en springen, want we zien wat er in de rest van de wereld gebeurt. En wij willen niet die kant op. En daarom zijn we hier om jullie steeds te voorzien van de nodige informatie. En ook aan te geven wat de reële situatie is. En voorlopig is het voor de ziekenhuizen nog steeds dat er mensen worden opgenomen in behoorlijk slechte toestanden. En dat er nog steeds gevochten wordt voor levens van mensen op de ICU's. We zeggen het steeds, we kijken niet alleen naar Suriname, we kijken ook naar wat er in de wereld gebeurt. En degene die nieuwsgierig is en wil weten wat er gebeurt, die gaat lezen en die gaat zoeken. We kwamen op een artikel over Portugal, want je vraagt je natuurlijk af, gaat het allemaal zo slecht in de wereld? Nou, Portugal is een van de voorbeelden die het redelijk goed doet. En die gekomen is tot een niveau van aantal besmettingen die de zorg niet overbelast. Er zijn besmettingen, maar het is niet zo'n rush als ze dat hebben gekend
bij de vorige golven, waarbij IC's en afdelingen vol liepen en de zorgmedewerkers op hun tenen liepen en hun laatste krachten. Dat is dus nu niet meer zo in Portugal. En het opvallende is dus dat de Portugezen zich houden aan de maatregelen. Weer het gedrag. De mondkapjes zijn niet verplicht in Portugal. Maar ieder zal je daar zien lopen met een mondkapje op. In het openbaar vervoer, in de publieke gelegenheden. Men doet het gewoon vrijwillig op. Portugal is the global leader in vaccinating against COVID. Nearly 85% of the population is fully inoculated. Anti-vaxxers, a few and far between. Three things saved Portugal: an organization, which we had with the military, a structure with the Ministry of Health, and the population, the community. The naval commander has been in charge of combating the pandemic. He says Portugal has won the battle and should be a role model for other countries. Dat de vaccinatiegraad in de wereld nog erg laag is, is momenteel te merken aan de enorme stijgingen, voornamelijk in Europa. Deze mededeling deed Javier Assin, coördinator van het NCT. Het ligt volgens Javier Assin niet aan het vaccin, maar aan de bereidwilligheid om zich te laten vaccineren. En dat is nog erg laag. Vandaar dat de vaccinatiecampagne in Suriname in een hoger tempo wordt uitgevoerd. Het belangrijkste is dat we met de vaccinatiecampagne in een hogere versnelling gaan. Het is ook echt hard nodig. De internationale media, de mensen die dat volgen, daar kun je al zien dat in de landen om ons heen, maar met name in Europa, de recordbesmettingen dag na dag worden gemeld. Dus hoger aantallen besmettingen dan ooit gezien zijn in de pandemie. En de verrassing, is het een verrassing? Nee. Ik hoor de antivaxxers al zeggen, zie je, sinds dat vaccin er is, zijn er veel meer besmettingen. Maar dat is niet het geval. Wat er gebeurt namelijk is dat de vaccinatiegraad in de wereld nog te laag is, waardoor het virus dat maar één doel heeft en dat is zich zo snel mogelijk vermeerderen in gastheren. En gastheren, dat zijn wij mensen. En zolang we onbeschermd zijn en het virus tijd heeft om zich te vermenigvuldigen en zichzelf te veranderen, zal hij veranderen in een steeds agressievere variant. En we krijgen dus daarom steeds weer te maken met een golf die een nog agressievere variant als oorzaak heeft. En wat bedoel ik met agressiever? Het virus is moeilijker herkenbaar voor het lichaam. Het verandert zichzelf van uiterlijk. En het is in staat om zich sneller te vermeerderen. En hoe sneller het zich vermeerdert, hoe sneller het je ernstig ziek maakt. Dus het is heel erg belangrijk dat we ons gaan laten vaccineren. Maar dat we ook, niet alleen onszelf, maar dat we anderen motiveren zich te vaccineren, zodat het virus geen tijd heeft om van onze weerstand te winnen. In Nederland zijn bij het RIVM tot 10 uur vanmorgen 16.287 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 44 minder dan gisteren, toen het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie werd gemeld. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 13.100 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 49% meer dan de 7 dagen ervoor. Bij het RIVM werden 32 overleden COVID-patiënten gemeld. De afgelopen 7 dagen registreerde het RIVM gemiddeld 25 doden per dag tegen 19 doden per dag een week eerder. De virussen die zich nu ontwikkelen zijn veel gevaarlijker dan voorheen. Dat is nu ook te merken aan de enorme toename aan besmettingen in de wereld. In duidelijke taal laat dokter Javier Assin weten hoe het vaccin werkt tegen de virussen. Ook kondigde hij aan dat we ons mogen voorbereiden op de 5e golf die agressiever zal toeslaan. Een vaccin is een nabootsing van een infectie. En die bereidt het lichaam voor op het moment dat er het echte virus komt. Als het echte virus komt, dan herkent het lichaam het virus sneller en is het in staat het virus te remmen voordat het te veel schade doet. Nu is het zo, ik zei het al, dat de virussen steeds agressiever worden, dus zich ook steeds sneller delen. En daardoor kan het
dat een virus zich al dusdanig vermeerderd heeft in je lichaam dat die detecteerbaar is. En dat zien wij als een besmetting. Dus agressievere varianten die breken door de vaccinbarrière heen, dus de weerstand die opgebouwd is door het vaccin. Is het dan zo dat het vaccin helemaal niet werkt? Nee, dat is niet het geval. Wat je ziet is dat mensen die gevaccineerd zijn, daarbij komt de weerstand op een gegeven moment wel goed op gang en zorgt ervoor dat de ziekte niet verder gaat en dat je komt in een ernstig beloop waarbij je opgenomen moet worden of zelfs dood kan gaan. Dus het vaccin, en dat is ook waarom we steeds zeggen, het vaccin is er nu niet eens meer primair met deze varianten om de besmetting te voorkomen. Want die zien we oplopen tot recordhoogte. Maar om te voorkomen dat wanneer je besmet raakt, het niet dusdanig ernstig wordt dat je opgenomen moet worden. En dat zien we dus ook. Hoewel er record besmettingen zijn in de wereld, zien we nog niet de dramatische beelden als vorig jaar en begin vorig jaar in Italië en later in India en Brazilië, waar mensen gewoon niet konden worden opgenomen. Dus je moet je voorstellen dat wanneer er niet zo gevaccineerd was in die landen, dat we nu echt heel dramatische situaties zouden hebben. Dat is ook de reden waarom wij heel snel besloten hebben om hier ook te beginnen met boosters. In Suriname hebben we de luxe dat wij niet voorlopen op de wereld als het gaat over de golven met COVID. En dat betekent dat wij kunnen zien wat er gebeurt elders in de wereld en daarop kunnen anticiperen. Zo kunnen wij dus nu anticiperen op de vijfde golf die er zeker aan gaat komen en die agressiever gaat zijn dan de vierde golf. Dat is waarom we nu al beginnen met boosteren, omdat de mensen die het slachtoffer zouden kunnen worden, de gevaccineerden die het slachtoffer zouden kunnen worden in die vijfde golf, dat zij al tijdig weerstand opbouwen en tijdig beschermd zijn voor een mogelijke ziekenhuisopname, intensive care of overlijden. Waarom nog wachten om je te laten vaccineren? Stop met het luisteren naar adviezen van de antivaxxers, want die kunnen niet voor jou bepalen wat je moet doen met je leven. Dat doe jij zelf. Laten we voorkomen dat de vijfde golf werkelijk hard zal toeslaan. En hoe het er nu uitziet, zal dat niet lang meer duren dat wij met de golf te maken zullen hebben. Hopelijk bent u ook vandaag weer wat beter geïnformeerd en zult u zich nu wel laten vaccineren. We zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. We gaan eruit met een gebed van broeder Leming, die speciaal voor de zieken, maar ook voor de minister in gebed gaat. Graag uw aandacht. Ik wil een gebed richten naar degenen die COVID besmet zijn. Ja? Trouwe Heere Vader, we zeggen u dank dat wij voor die troon van genade mogen komen. Vader, ik kom met alle zieken die besmet zijn met het coronavirus. Vader, het zij gevaccineerde en het zij de niet gevaccineerde. Vader, ik kom met allemaal voor die troon van genade, want u bent Jehovah Rafa, onze Heelmeester. Wij bidden dat u de mensen, waar ze ook mogen zijn, zal aanraken met de kracht van uw Heilige Geest. En dat ze gezond mogen worden in de naam van de Heer Jezus de Christus. Vader, wij bidden voor ieder, niemand uitgezonderd. Wij bidden voor de minister van Volksgezondheid Ramadien. Dat hij genezen mag worden in de naam boven alle naam. In de naam van de Heer Jezus de Christus. En dat hij weer opgeknapt mag worden en dat hij weer zijn werk mag doen naar behoren. Zoals u het wil, Abba Vader. Want het is steeds uw wil die zal geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Genees u hen. Dit bidden wij nederig, nogmaals, in de naam boven alle naam. In de naam van de Heer Jezus de Christus. Amen.